Zie je dit daarboven? Daarboven? Hebben jullie het gezien? Daarboven? Daar, zeg maar. Naast die airconditioning. Daar zit dus een heel klein antennetje of een antenne. En dat is dus op dit moment nog ons internet. Ja! Ja, deze dus. Ja, ja. Zie je hem? Daar, hier net naast die airco. Daar zit hij. Daar. Hier, je ziet hem. Ja, dat was de enige verbinding met het internet. Ja, maar het is een beetje houtje touwtje, een beetje krummy. Dus soms dan weer wel, dan weer niet. Geen verbinding, wel verbinding. Hing een beetje van het weer af soms een beetje van... Hoe staat de pet bij het internetbedrijf daar? En zo ging dat maar door. En toen wij dus dan live gingen... Toen waren we dus afhankelijk van de schoteltje hier. En die moest het dan doen. Maar ja, als het dus eruit viel, ja, dan hup, boep, dan ging de hele boel op zwart. En hoppakee, en dan zat iedereen te klagen. En Harry, we zien je niet meer. En ho, enzovoort. En dat lijkt dan nu toch verholpen vandaag. Tada, 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 tada. Een feestdag, want... We hebben een gozer over vandaag van een ander bedrijf en die komt dus glasvezel aanleggen. Ja, ik krijg dus verbinding met de echte wereld, jongens. Het is toch ontzettend leuk om verbinding te hebben met jullie, met de volgers. Ja, dat mis ik een beetje. En daarom ben ik zo boep, piep, 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 zo blij vandaag met die glasvezel. Ja. Dus kom even mee, want ene Xavier, die is dus bezig hier binnen. Nou, loop met me mee, dan ga ik het je even laten zien. De activiteiten zijn volop aan de gang. Kom binnen en kijk even met me mee. Kijk hier, kijk, dit heeft hij als eerste gedaan. Kastje opengemaakt met allemaal draden en daar is het allemaal mee begonnen. De aansluiting... Met de echte wereld. En hier ergens, daar zit hij. Hij is hier aan het prutsen aan allerlei draadjes. Daar is hij. Kijk, dit is Xavier. Xavier, hier. Daar is hij. Kijk, hola. Hola. Kijk, hij is druk bezig. Hij is aan het zoeken met draadjes en met dingen en met computers. Is hij druk bezig om dit allemaal vast te leggen. Nou, jongens, ik... We wachten het gewoon af. Ik ga gewoon wachten tot het moment dat hij gaat zeggen, het is zover. Volgens mijn vrienden is het moment. Daar, we gaan het even, kijk hier, er wordt al verlegd. Vraag even, is het zover? Ja. Schat, is het zover? Ja? Ja. Kan ik daar? Kan ik daar? Ah! Ja. Hop! Elleboogje, high five! Ja, jongens, we zijn verbonden met de echte wereld. De glasvezel, ze is ook in Huizen Vermegen binnen. Nou, en dat wil zeggen dat wij vanaf nu kunnen we gewoon af en toe live gaan.